Welkom in de keuken van kinderboerderij De Vijverberg. Annie is nou het voedsel aan het snijden voor de konijnen, voor de geitjes en voor de bokken. En ze is nou de tomaten bezig. Dus dit gaat vanmiddag naar beneden. Daar krijgen de dieren of de spelers, net hoe je het wilt zien, krijgen dit te eten. Dus ja, zoals je ziet is het gezonde voeding. Zonder gekheid, dit is de lunch voor de spelers. Annie zorgt hier dat alles klaar ligt. De spelers komen beneden in het spelershome, hebben een bordje, scheppen het op, pakken een broodje. En dan kunnen ze eigenlijk weer vol frisse moed en met een goed gevulde buik de training in of de middag in. En dan, dan hebben ze weer de kracht om tot prestaties te komen. Dus om misverstanden te voorkomen, die jongens ontbreekt het aan niets. Krijgen gewoon goed eten. En de actie Pasta Motta Motta was een topactie. Maar dat wil niet zeggen dat die jongens door de week niks te eten hebben. Zoals je ziet, aan het eten ligt het niet. Nou, de salade is klaar. Klaar om naar beneden te gaan. Ik ga mee naar beneden, want ik moet weer aan het werk. Tot ziens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Verupa in Aalten en Gilsing Herenmode in Didam.